Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Deze keer gaan we de cabine in elkaar zetten, de wooncabine. Deze wordt gemaakt van aluminium honingraatplaten. Hier zien we de wandopbouw, dus de tafel als het ware is de bodemplaat en de wanden staan daarop met zo'n zetprofiel. Dat wordt aan de wanden en dan staan de wanden op de bodem. Aan de binnenkant komt nog een hoekprofiel erin en aan de buitenkant komt dat met 150 en 120 graden afgebuigd aluminiumprofiel eroverheen. En zo wordt de cabine dus gemaakt. Op de bodemplaat gezet en alles met potnagels vastgezet en natuurlijk geplakt. Zo, de eerste zit. Er zullen nog vele volgen. Dus op de wandplaten worden profielen vastgezet. En die worden vastgelijmd en met popnagels bevestigd. Als dan alle wanden voorbereid zijn, dus die profielen erop, kunnen we de cabine in elkaar zetten. Alles goed, ja. Hoppa. Jeetje, was dat spannend. Ik durfde haast niks te zeggen. Er zit die zwarte polymer kit al ertussen. En dan vastzetten met popnagels. Lass mal hergucken und kurz lächeln, wie nett es ist. Nu heb ik toch al een aantal video's gemaakt over die hele tijd. En toch was dit een moment waar ik niet wist wat ik moest zeggen. Ja, en nu ook niet. De tweede wand staat. Nou, om heel precies te zijn, die staat er wel, maar provisorisch, dat is nog niet uiteindelijk. Dan nog niet definitief, want ik heb alle platen eerst erop gezet, op de juiste plek, en dan alle gaatjes boren voor de popnagels, en dan de wand weer eraf halen, alles afschuren, reinigen, die polymerkit erop, en dan weer erop zetten en die popnagels zetten. Zo is de gang van zaken. En dit is dus het moment waar die tweede plaat goed zit. De eerste is al vastgekit nu. Maar de tweede die staat nu los erop aan de bovenkant. Gewoon nog met zo'n lijmtang vastgezet. En dan alle gaatjes dus boven. De uitsneden voor de deur zitten al in, want anders als alle vier wanden staan, kom ik er nauwelijks mee in. Of nou ja, niet dus. En nu nog even afkitten. De zijkant kom ik later wel goed bij, maar aan de onderkant niet. Dus vandaar nu al even kitten voordat ik hem erin zet. En dan staan alle wanden. Wat gaan we dan doen? De hoekprofielen, die 150, 120 graden afgebogen, afgebuigd, afgebogen. Kijk, dat is dus het profiel. Zo moet dat profiel worden. Ik heb strepen in aluminium gezaagd en dan met die machine afbuigen en dan meten of dat maat klopt. En dan corrigeren en met die, als dat dan anders gecorrigeerd is, dan kan ik alle profielen in één keer afbuigen. Dus even goed meten, klopt het nu? Ja hoor. Dus, en ik bedoel natuurlijk niet alles in één keer afbuigen, maar met die instelling kan ik nu alle strepen afbuigen. En dan is het allemaal precies dezelfde hoek.
En jeetje, is een afkantpers een leuk gereedschap. Daar heb ik wel plezier mee. Ziet er niet zo uit, maar dat vind ik echt gaaf hoe die machine... Kijk nou, dat blik gewoon erin gelegd. Dus nu die 120 graden. Hoppa. En dat klopt precies. Hoe nauwkeurig zo'n grote machine kan werken. Echt leuk. En dan is het zover. Op alle hoeken komt dat hoekprofiel. Dan wordt het erop geplakt. En waar mogelijk ook een beetje vastgezet met zo'n lijmtang. Maar in principe erop drukken en met plakband vastzetten en dan is dat goed genoeg. En op die hoeken komt dan zo'n hoekprofiel. Heb ik ook weer 3 tegen elkaar vastgelast. En ja, 8 stuks gebouwd en dan erop. En daarna, daar heb ik helaas geen beelden van. Met die blauwe steunen, met die krik zeg maar, die grote krik. Die cabine aan de voorkant optillen, aan de achterkant een heftruck omhoog tillen. En dan heel langzaam voorzichtig met die Atego eronder rijden. En die cabine laten zakken en hopen dat het past. Ja, en dan is de cabine met een deurtje erin en verder nog helemaal niks. Alleen dichte wanden. En de rest volgt in een volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel.